Yo gasten, daar vandaag een nieuwe gameplay commentary op het kanaal van Fishy. Vandaag wil ik het gaan hebben over hoe mijn beeld van Call of Duty is veranderd door de jaren heen. En dit eigenlijk een beetje aan de hand van de nieuwe Call of Duty die eraan zit te komen, namelijk Black Ops 3, komende november. En waarvan de beta trouwens komende augustus is, een paar dagen. Dus vandaar is een keer een ander soort onderwerp dan dat ik normaal altijd heb op dit kanaal. Laat ik gewoon lekker bij het begin beginnen. Wat een heel jaar aantal jaren terug is namelijk. Ik ben begonnen met Call of Duty spelen bij de allereerste Call of Duty op de PC. Call of Duty 1 gewoon. En ja, dat was eigenlijk een best wel basic game. Vooral de singleplayer vond ik altijd heel leuk om te doen. Ik ben later pas overgestapt naar de multiplayer. En ik ben echt multiplayer gaan spelen met de uitbreidingsset United Offensive van Call of Duty 1. En dat was een jaartje later of zo dat ik was begonnen met Call of Duty. En in die dagen was Call of Duty echt een compleet andere game dan dat het tegenwoordig is. Veel grotere maps. Veel grotere game modes, veel grotere potjes. Ik weet zelfs, kan me zelfs herinneren dat er op de PC zelfs, want er waren gewoon dedicated servers die mensen gewoon zelf konden runnen. Clans waren namelijk in die tijd ook echt super big en zo en dat soort dingen. Maar op de PC weet ik dat er servers waren, heb ik zelfs op gespeeld. Met Base Assault en Domination die gewoon een timer hadden van 2 uur, waar 1 potje gewoon 2 uur kon duren. Dat was echt fucking awesome, vind ik. Je had ook gewoon bijvoorbeeld de map voor je, was gewoon super groot. Je had tanks en dan had je de game op Base Assault. Ieder team had 3 bunkers. Die bunkers moest je eerst dan de buitenkant slopen van de bunker. Vervolgens kon je dan in die bunker komen en in de kelder van die bunker kon je dan een bom plaatsen. Die bom moest je waken totdat die afging. Nou ja, dan had je een van die bases vernietigd. Net zolang totdat je alle drie, of tenminste het team dat dan het eerste alle drie de bases van de tegenstander had gesloopt, die had dan het potje gewonnen. Maar dat kan dan natuurlijk super lang duren en dat was gewoon 32 versus 32. En wat gewoon zo typisch was aan die dagen van Duty was dat er geen killstreaks waren, geen perks, veel minder customization, maar wel veel meer objective-based gameplay, omdat er niet zoveel andere afleiding is. Focust iedereen zich gewoon op de objective. En ja, ik speelde in die tijd Call of Duty ook met een veel relaxtere mindset. Ik was ook nu niet zo goed, dus ik was veel meer een casual. Dus ik had ook veel sneller plezier in de game. Ik hoef niet per se goed te gaan om plezier te hebben, dus dat was wel leuk. Ik ben later overgestapt naar Call of Duty 4, Modern Warfare, multiplayer op de PC. Ja, COD 4 was gewoon echt een revolutionaire game voor de franchise, dat weet iedereen wel. Introductie van killstreaks, introductie van perks, customizable classes, hele mikmak, bepaalde game modes. Echt, Call of Duty 4 is gewoon een beetje de start geweest voor hoe Call of Duty tegenwoordig is. Call of Duty is nu natuurlijk sinds Advanced Warfare ook stuk meer veranderd. Ik denk dat je eigenlijk van Call of Duty 4 tot en met Modern Warfare 3 dat je een beetje die lijn kan trekken. Of nee, tot en met Black Ops 2 kan je de lijn trekken van. Dat is eigenlijk een beetje een era geweest van Call of Duty. En ik denk dat Ghost en Advanced Warfare een beetje een nieuw tijdperk hebben ingeluid. En daar kom ik zo meteen wel op hoe ik dat ga. Of tenminste hoe ik dat zie. Dus dat zal ik zo meteen wel uitleggen. En met Call of Duty 4 had ik ook gewoon best wel lekker makkelijk plezier in de game. Omdat ik niet zo'n enorme tryhard was. En een paar jaar later ben ik overgestapt naar de PlayStation 3 in plaats van PC. En dat was rond de tijd van Black Ops 1. Vanaf dat punt ben ik echt veranderd in de tryharder, hoor. Echt, als ik goed ging in een potje, als ik veel kills haalde, weinig devs, objective wins, dan had ik pas plezier. En nou ja, met tryharder kon natuurlijk ook best wel vaak gamer rage. Nou, dat is bij mij bij Black Ops 1 een beetje begonnen. Later komt natuurlijk MW3 uit in november toen. En MW3 is de eerste Call of Duty voor mij die ik vanaf release heb meegemaakt. En dat was ook, ik had toen mijn eigen PlayStation 3, mijn eigen game, dus dat kon wat meer. Vroeger was het altijd een beetje splitscreenen met mijn broer en dat soort dingen. Aangezien, ja, ik heb een oudere broer. En ik kan me echt nog heel goed de hype herinneren van Modern Warfare 3, hoor. Überhaupt alleen sowieso over de campaign. Zeker als je ook kijkt naar op zich, de campaign van MW3 was gewoon het vervolg, de cliffhanger waarmee Modern Warfare 2 eindigde. En die campaign had ik bij mijn oudere broer meegekeken. Dus ik was best wel hyped, alleen al voor de campaign van MW3. Was ik het eerste wat ik ben gaan spelen, toen ik de game in huis had. S'avonds ben ik met de multiplayer begonnen, maar daar was de hype natuurlijk best wel groot voor, aangezien de Modern Warfare 2 hype. Ook heel veel, of Modern Warfare 2 ook gewoon heel veel nieuwe dingen in de multiplayer had gebracht. Dus ja, MW3 sequel daarvan, dus wat zou het gaan doen? Iedereen was er super benieuwd naar. En nou ja, in de tijd van de MW3 heb ik echt gewoon enorm gespeeld als een tryharder. Het hele jaar door, alle DLC, heel trouw spelend. En ik ging ook echt elk potje voor de winst. En ook elk potje was gewoon echt zo'n beetje een
sportwedstrijd. Zo bekeek ik het ook gewoon. Ik was zo ontzettend fanatiek. Ook als ik niet kon winnen, dan kon dat mijn humeur ook gewoon beïnvloeden. En ik heb ook wel eens een keertje een controller kapot gegooid tijdens MW3. Ja. Dat zal ik nooit meer doen trouwens. Ik had er enorm veel spijt van achteraf. Maar ja, zo fanatiek was ik dus toen der tijd. Toen kwam Black Ops 2. Black Ops 2 is een oké game naar mijn mening. Ik ben echt heel erg te spreken sowieso over Black Ops 1. Black Ops 2 vond ik wat minder. Ook gewoon, nou ja. Qua gameplay dingen zaten er een aantal dingen in de hit detection. Vond ik niet zo chill. Maar dit moet geen zeikvideo worden. Dus, maar het was gewoon een oké game naar mijn mening. En dat jaar ben ik ook begonnen met competitive te spelen. Of nee, ik heb een tijdje competitive gespeeld tijdens Black Ops 2. Zeker ook omdat Black Ops 2 dat enorm promoten. Gewoon het league play en de competitive scene en dat soort dingen. Dus ja, Black Ops 2 ook lekker tryharden. Maar ik heb met Black Ops 2 wel aanzienlijk meer moeite gehad om goede gameplays te halen. Maar ja, ben altijd met dezelfde insteek blijven spelen ook dat jaar. Echt gewoon tryharden en plezier hebben er goed te spelen. Ik was in die tijd vanaf MW3 ook gewoon echt totaal geen casual meer. Ik was gewoon echt een no-life tryharder hoor. Achteraf gezien, prima. Maar tegenwoordig, nee, hoeft dat van mij niet meer. En in Ghosts, ja, voor veel vervelende teleurstelling. Het was gewoon echt een ander soort Call of Duty. En ja, dat zeker. Maar juist omdat het een ander soort Call of Duty was, heb ik er enorm van kunnen genieten. En Ghost was echt mijn pinnacle. Is echt mijn pinnacle geweest. Mijn hoogtepunt van Call of Duty. Tryharden ging me daar zo ontzettend lekker en goed en gemakkelijk af. Ik kon super makkelijk gameplays halen op die game. Ik kon, nou ja, gewoon heel veel potjes kon winnen. Volgens mij heb ik gewoon echt bijna een 4 win-loss ratio en een 3,3 KD of zo. Ja, volgens mij wel. Dat is ook echt het hoogste wat ik ooit met Call of Duty heb gehad. Echt bizar. Maar in dat opzicht was Ghost ook gewoon een gemakkelijke Call of Duty voor mij. Omdat, nou ja, de time to kill was ook gewoon hoog. Of was heel laag. Mensen gingen heel snel dood. Dus daar is het aimen is... je hoeft minder goed te kunnen aimen om goede gameplay te halen. Omdat je minder lang op target hoeft te blijven. Omdat mensen natuurlijk sneller doodgaan. Dus in dat opzicht is Ghost gewoon een makkelijke Call of Duty. Als je het vanaf dat oogpunt bekijkt. En zo heb ik het ook ervaren. En daarom kon ik ook heel veel plezier in Ghost hebben. Omdat het mij gewoon gemakkelijk afging. En ja, ik ging gewoon met een heel goed gevoel richting Advanced Warfare. Ja, mijn stats waren eigenlijk nooit beter geweest sinds Ghost. Dus ik dacht, nou ja, het zal met Advanced Warfare nogal weer beter gaan. Maar ja. De teleurstelling kon niet groter zijn dan dat. Advanced Warfare is voor mij gewoon geen Call of Duty meer. En dat is ook precies het probleem waarom ik het geen leuke game vind. Ik beoordeel Advanced Warfare met een Call of Duty bril op. Alsof het een Call of Duty is. Het is ook op zich een Call of Duty, maar het speelt gewoon niet als een Call of Duty. En dat is het probleem. En vanuit dat opzicht valt het gewoon echt tegen. Advanced Warfare is fundamenteel gewoon... Verschilt hij gewoon van oudere en andere Call of Duty games. Als je alleen al maar kijkt naar het movement systeem. Met de exo movement en jumps en dashes en de hele mikmak. En überhaupt de hele pacing van de game. De game is een stuk chaotischer dan als je bijvoorbeeld MW3 pakt. Wat ook al een chaotische Call of Duty was in mijn ogen. Maar Advanced Warfare deed daar nog een extra schepje bovenop. Op zich, Advanced Warfare is een goede solid game. Heeft echt hele leuke features erin zitten. Maar ik vind het geen goede Call of Duty game in mijn ogen. Puur omdat het gewoon... Voor mij is het gewoon geen Call of Duty meer. En het idee van de exosuits en de hele uitwerking ervan is geniaal gedaan. En het kan ook echt hele leuke momenten opleveren in de gameplay, serieus. En vooral dat het gewoon echt momenten zijn dat je echt denkt van... Wow, dit is fucking beest. En de rest van het potje ga je super slecht. En dat is voor mij vervelend, omdat ik gewoon complete potjes goed wil doen in Call of Duty. Maar ja, exo movement is niet iets wat bij Call of Duty hoort. In mijn ogen. En die ogen zijn begonnen met Call of Duty 1. Dus als je dan ook bekijkt van waar ik vandaan kom, is het verschil zo groot. En ik denk dat dat voor heel veel mensen in de COD community zijn. Zeker ook de wat oudere gasten. Paul van de King77NL en Fish en Chris. Denk het ook. En met hen nog veel meer mensen die dat verschil echt wel hebben meegemaakt. En ja, de vraag is dan dus ook voor de toekomst. Willen we een Call of Duty die elk jaar een beetje hetzelfde is? Met, nou ja, dan minieme verschillen onderling. Zoals het van Call of Duty 4 tot aan Black Ops 2 is geweest. Of willen we elk jaar drastische veranderingen met de kans dat die veranderingen dus helemaal niet leuk zijn? En zo heb ik dat met Advanced Warfare ervaren. Zullen mensen zijn die Advanced Warfare een fantastische game vinden die de drastische veranderingen helemaal prima vonden? Dan ben ik dus ook zo ontzettend benieuwd naar hoe Black Ops 3 gaat zijn. Ja, ik ben inmiddels ook een aantal jaar ouder dan toen ik begonnen ben met COD inderdaad. En in dat opzicht is Call of Duty ook niet meer hetzelfde voor mij. Verandering hoort er altijd bij. Maar ja, ik zit nu zelf op het punt van... Ja, ik ben gewoon van een tryharder veranderd naar een casual gamer. Ik game sowieso ook al een stuk minder.
En ja, in dat opzicht ben ik gewoon meer een casual gamer geworden. En dat tryharden is er voor mij gewoon nog steeds minder bij. Sowieso omdat het tryharden me gewoon een stuk minder goed afgaat dan dat het eerst ging. Door Advanced Warfare bijvoorbeeld ook. Dus ik heb nu ze voor mezelf ook een beetje, omdat ik gewoon niet weer wil worden teleurgesteld door volgende Call of Duty, heb ik voor mij ook een beetje de aanpak van gewoon niet te hyped worden. Bekijk die game voor wat het is en vermijd het vergelijken met vorige Call of Duty. We zijn nu gewoon, denk ik, op een punt beland in de franchise waarop we gewoon elk jaar hele grote verschillen hebben. En we hebben 3 studio's die aan de franchise werkt. 1 jaar Sledgehammer Games, ander jaar Treyarch, ander jaar Infinity Ward. En elke studio heeft gewoon zijn eigen stijl van game. Dus het zal sowieso elk jaar wel verschillen. Maar als je bijvoorbeeld ook kijkt, nou, ik ben heel benieuwd wat Infinity Ward met Ghosts 2 gaat doen. Als dat doorgaat. Tenminste, als ik naar de singleplayer kijk, naar het einde van de campaign van Ghosts 1, komt er gewoon een sequel op Ghosts. Maar ja, wat gaan ze doen? Gaan ze er exosuits in verwerken? Of blijven ze een beetje doorgaan met een beetje hoe Ghost op zich was? Daar ben ik heel benieuwd naar. En in dat opzicht heeft Treyarch toch een soort van de trend gevolgd die Sledgehammer Games heeft neergezet met de exosuits. Door inderdaad thrustpacks te hebben, alleen minder extreem. Ja, ben ik heel benieuwd hoe dat vanaf dit jaar, vanaf Advanced Warfare, zal gaan. En in dat opzicht is er gewoon heel veel verandering geweest. Die ik, dus op deze manier bekijk. En ik ben eigenlijk ook wel heel benieuwd hoe andere mensen daar naar kijken. Dus ja, wat vinden jullie van die verandering die Call of Duty heeft meegemaakt tijdens het afgelopen jaar? Afgelopen jaren, zou ik beter kunnen zeggen. Laat het weten in de comments. Ik ben er eigenlijk best wel benieuwd naar. En stel ook gerust vragen. Ik ga graag met jullie in gesprek. Dus jongens, bedankt voor het kijken van deze video. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Laat het weten. Tot de volgende video.